In een recent interview met de Party heeft Dries Roelvink onthuld dat de plannen voor een kookprogramma met zijn zoon Dave niet langer doorgaan. Het idee, dat ruim 2 jaar geleden werd besproken, omvatte het samen doen van boodschappen en Dries die zijn zoon de fijne kneepjes van het koken zou leren. Destijds kondigde Dries enthousiast aan dat ze een pilotaflevering zouden opnemen voor een potentieel kookprogramma. Echter, de plannen hebben nu een onverwachte wending genomen. Dries verklaarde dat Dave niet erg enthousiast was toen hij het idee aan hem voorlegde, wat uiteindelijk heeft geleid tot het annuleren van de show. Dries had gehoopt dat de proefaflevering hier en daar zou worden vertoond, in de hoop een televisieproducent te interesseren. Hij verklaarde destijds, je ziet me met hem boodschappen doen en ik ga hem recepten uitleggen die ik goed in mijn hoofd heb zitten. Op dit moment is Dries benaderd om mogelijk als kok voor 24 Kitchen aan de slag te gaan, maar hij heeft dit aanbod afgeslagen. Hij wilde dat koken een vrijblijvende hobby bleef en geen verplichting werd. Dries uitte ook zijn teleurstelling over de tv-koks van 24 Kitchen, waarbij hij opmerkte dat de variant op zijn gehaktbal die chef-kok en presentator Perry de Man maakte, niet zo lekker was als die van hemzelf. Volgens Dries voegde Perry ingrediënten toe zoals truffel en paprika, waardoor het niet meer leek op de authentieke gehaktbal van zijn oma. Terwijl de plannen voor het kookprogramma zijn afgeblazen, heeft Dries onlangs wel betrokkenheid getoond bij een marketingstunt in samenwerking met Jumbo Supermarkten. Er zijn nu daadwerkelijk Dries Roelvink gehaktballen verkrijgbaar bij Jumbo. Dries heeft de gehaktballen 2 keer geproefd en merkte op dat ze bij de 2e keer dichter bij de smaak van zijn eigen gehaktballen kwamen.